De dag is bijna om. Het is laat. Het is Vara laat. Hier is Dolf Jansen. Ja. Ja. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Heel fijn. Goedenavond. Goedenavond. En misschien leuk om te vertellen dat ik daarachter helemaal niks hoorde. Dus ik heb de aankondiging niet gehoord, maar ik hoop dat het positief was. Welkom allemaal, ook thuis bij Vara laat. Het is de eerste aflevering van Vara laat. Dus een historische avond. Het zou prachtig zijn als dit een lange, lange serie wordt. Gisteren was ik bij het jubileum van Vroege Vogels, VARA-programma, wat al 25 jaar bestaat. 25 jaar topradio. En er was een jubileum gisteren, een festival. Het festival heette Ontdek de Toekomst. En het werd gehouden in Apeldoorn. En ik vind, naar Apeldoorn gaan om de toekomst te ontdekken, is alsof je naar een vergadering van het kabinet Balkenende gaat op zoek naar sociaal beleid. Ik bedoel, er zijn steden die worden slaafstad genoemd. Apeldoorn is een soort van subcoma-nederzetting. Dat is Apeldoorn. Als je door Apeldoorn loopt en je hebt het kapsel, het haar, de denkbeelden en de bril van Balkenende, dan vinden mensen je een hele snelle progressieve jongen. Dat is Apeldoorn. Ja? Als je in Apeldoorn een cd-winkel uitkomt met een nieuwe cd, Greatest Hits van ABBA, vinden mensen je rock and roll. Dat is Apeldoorn. Weet je? Als je in Apeldoorn twee aspirintjes slikt, denken mensen dat je een junk bent. Dat is Apeldoorn. En wij ontdekten de toekomst in Apeldoorn. En vandaag sta ik hier voor Vara Laat. Is een late night programma. En late night, dat weet u misschien, is een Amerikaans concept. Amerikaans concept, na 11 ook nog tv. Briljant! Amerika is het land waar Arnold Schwarzenegger binnenkort dreigt gouverneur te worden van Californië. En ik vind dat geen goed idee. Arnold Schwarzenegger is een Oostenrijker. We hebben één keer in de geschiedenis, halfweg de jaren 30, een Oostenrijker in de politiek gehad. Ik zou het niet doen. Maar goed, ik sta hier. Ik kan niet anders, een bekende uitspraak. Ik ben blij dat ik hier mag staan. Ik voel me ook prettig op deze plek, absoluut. Ik voel me soms een beetje verward. Ik ben vorige week bij de voorrondes geweest van Make Me Beautiful. Ik ben naar binnen gelopen en ik ben geweigerd. De redactie van Make Me Beautiful zei, meneer Jansen, er zijn grenzen. Dan gaat je zelf vertrouwen. Ik vind het wel een mooi idee, Make Me Beautiful, alles kan. Mensen mooi maken, alles kan in Nederland. Make Me Beautiful, alles kan. Behalve Maxime Verhagen betrouwbaar maken. Dat is onmogelijk. Verder kan alles. Het zou een mooi programma zijn. Make Me Betrouwbaar. Maar ik sta hier, ik kan niet anders. En ik voel me soms een beetje als een contractspeler bij FC Zwolle die er echt nog in gelooft. Zo voel ik me soms. Ik voel me soms een beetje als een man die bij de kassa van Albert Heijn staat en aan een bord ziet hangen, spaar nu Air Miles voor de bonus van Anders Moberg. Zo voel ik me soms. Ahold is trouwens Zweeds voor houten dief. Ik voel me soms een beetje als de vrouw die 's ochtends wakker wordt, naast zich kijkt en zich realiseert, ik ben de nieuwe vriendin van André Hazes. Ik heb daarover nagedacht. Ik weet één ding uit officieel onderzoek blijkt, één tongzoen van André Hazes en je krijgt zoveel alcohol binnen, je mag 2 dagen niet legaal autorijden. Dat is André Hazes. Zo voel ik mij. Dit is Vara Laat. Fijn dat jullie erbij zijn. Welkom.